Wat ga je voor ons doen? Nou, ik hoorde dat jij echt een favoriet nummer had. Dus ik wil die echt wel heel graag doen. Oh, nu krijg ik het benauwd. Easy Lover. Van Phil Collins. Nee, grapje. Ik zat natuurlijk in de auto vanochtend. Dus ik hoorde dat. Absoluut niet. Hier is Sanne Hans met Easy Lover. Easy Lover. Absoluut niet. Ik heet ook geen Sanne meer vanaf nu. Vanaf nu luister naar de Koen en Chakandra Show. Chakandra Diwali, alsjeblieft. Want je zit in de Kabbalah helemaal? Roep maar, laat eens, dan kijk ik kijk van alle kanten. Roep me eerst maar eens bij mijn oude slavennaam. Nou. We zijn weer in beland, Aire. Ik weet het niet. Wat is dit weer? Roep mijn naam. Sander. Niks, hij reageert niet. Sander. Nee, hij reageert niet. Niks. Wat was het? Chakandra? Chakandra Diwali. Chakandra Diwali. Dat riep iemand mij. Namaste, kom. Namaste. Namaste, Aaron. Maar nu hebben we een probleem, jongens. Wat is er? Nu hebben we een probleem. Dat jij nu even gewoon op maandagavond 28 september... om 6:53 besluit dat je een andere naam hebt. Dan moeten we natuurlijk gaan nadenken over een nieuwe naam van dit programma. Maar er is iemand die jou... wat ga je doen? Ik doe even mijn shirt uit. Want kleding is ook gewoon iets wat de mensheid ons heeft opgelegd. Maar wat gebeurt er? Wat zat er in de verjaardagstaart? Ben jij geboren met kleding aan? Nee, toch? Nee. Ik ben één en één ben ik. Eén zijn we met z'n allen. Vanavond ook weer een nieuwe editie van Goed Fout. Uitspraken die heel goed zijn, maar tegelijkertijd heel fout uit de hoek komen. De vraag is, wat kun je tegen een ambulancebroeder en een pizzabezorger zeggen? Ja, deze is al koud. Of, hij is helemaal verbrand. Felicia, goedenavond. Hallo. Wat kun je tegen een ambulancebroeder en een pizzabezorger zeggen? Zo, dat zie ik er wel lekker uit. Dus die is 6 of 8 stukken gesneden. Weekend is 538 met Wietse. Trouwens, heb jij last van je knie of zo? Wat is er met jouw knie aan de hand? Klootzak. Ja, maar ik zou het maar uitleggen, anders krijg je misschien een hele andere associatie. Ja. Die begrijp ik niet. Nee, ja, ik heb een beetje last van mijn knieën inderdaad. Ik vind het heel gek dat ik heb opeens blauwe knieën. Echt heel veel. Dus ik zat al een beetje te wrijven. En ik denk, wat een gekke plek toch om blauwe plekken te hebben op mijn knieën. Want ik ben ook niet zo heel sportief, zoals jullie weten. Nee, dus hoe kom ik toch aan die blauwe plekken? Maar toen ik gisteren weer kruipend achter mijn zoontje aanging. Toen dacht ik, ja, met 100 kilo kruipend achter een ventje van 13 maanden. En ben je ze sneller? Ja, daar heb ik wat blauwe knietjes aan over. Wat leuk, joh. Hij zit nu echt in de... Kun je me een beetje bijbenen? Of is het, Nee, hij is veel sneller natuurlijk. Maar het ziet er natuurlijk niet uit ook. Weet je wel, en die pens van mij over de vloer. Je ziet echt zo'n spoor zonder stof, weet je wel. Maar kunnen we dit een keer met varkensgeluiden doen? Koeien groeten elkaar en mensen. Zo groeten ze mensen als die de stal binnenkomen lopen. Het is een kort, brommend geluidje. Oh ja. Hoe zeg je? Wacht even, sorry. Nee, het is niet zo, maar dat stel ik me zo voor. Wacht even, ik doe even het muziek uit, want Aaron doet hier een begroetende kuna. Komt-ie nog een keer. Oké, komt-ie, wacht even. Hij sloeg nu af. Hij sloeg af. Als ik mijn ogen dicht doe, is het net echt. Ja. Heb je weer een granadekroket gegeten? Heb je dan weer een allergische reactie? Wauw. Nou, even, dit was een kalf. Oh, dit was een kalf. Ja, zat wat hoger in de stemmingen. Ja, in de puberteit. Ja. Ja. Als ik een stal binnenloop, die koeien zijn echt niet blij om mij te zien, hoor. Nee. Die roepen allemaal boe. Jezus. Maandag, hè? Ja, niet meer. En ik moest jullie en eigenlijk ook je vader een beetje namens het Nederlands... en zeker ook jou, Samson, namens het Nederlandse volk excuses aanbieden. Oei. Want er is mij laatst iets duidelijk geworden... Want in aflevering 1, en dat is denk ik al 31 jaar geleden... is de bel kapot gegaan in het huis van Gert. Vandaar dat al die 31 jaar moest kloppen, want de bel deed niet. Ja. En die bel is dus kapot gemaakt, lieve Koen. Door Stef Bos, een Nederlander. De Stef Bos. Ja, Job van Moes. Papa Sokkelmoes. Meneer Sokkelmoes. Papa, de bel is nu kapot. Dus jij maakt excuses namens het hele Nederlandse volk eigenlijk? Ja, wij Nederlanders weer de boel moeten slopen. Ja. Ik zal mijn vader laten weten dat het jullie heel erg spijt. Ja. Wat is de gekste plek waar je wel eens betrapt bent, Sam? Speeltuin, denk ik. Hè? Wacht even.
Speeltuin? Wacht even, Sam, vertel me dat het niet is wat we denken nu. Sam? Wat? Met wie dan? Ja, ja, met mijn vriendin dan ook, denk ik. Oké, okay. Oh, gelukkig. Okay, nee. Nee. Maar je was aan het wippen. Ja, ik was aan het wippen, ja. Voordat wij naar het gevoel, jouw eerste officiële solo-single gaan luisteren, Edwin. Toch nog even een vraag. Natuurlijk. Ja, de vraag wordt je natuurlijk altijd gesteld. Maar ik moet hem ook stellen, want ik zie hem ook weer binnenkomen via appjes en sms'jes. Wanneer ben je weer terug op de radio? Nou, eerst dit maar eens even. En dan zien we daarna wel verder. Ik ben daar nog niet zo heel erg mee bezig. Ik kijk niet zo heel ver vooruit wat dat betreft. Ik kijk het even aan. Maar voorlopig wil ik dit even doen. En dat radiomoment, dat komt vast wel een keer weer.